Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de 12-jarige Jezus in de tempel, naar aanleiding van Lucas 2, vers 41 tot en met 52. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie lezen. Lucas 2, vers 41 tot en met 52. En zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren, en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten. Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver. En daarna zochten zij hem onder de familieleden en onder de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na 3 dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Allen die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld, en zijn moeder zei tegen hem: Kind, waarom hebt u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tegen hen: Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Tot zover de schriftlezing. Jozef en Maria geven hier een goed voorbeeld. Elk jaar gaan ze naar Jeruzalem om het Pascha te vieren, blijkbaar met hun kinderen. Naar de tempel gaan klinkt misschien niet zo ingewikkeld, totdat je bedenkt dat Jeruzalem 140 kilometer van Nazareth ligt. En ertussen ligt ook nog niet eens vlak terrein. Het is onwaarschijnlijk dat Jozef en Maria een auto hadden. Ze moesten de route te voet afleggen. Daar zullen ze zeker wel een week mee bezig zijn geweest. Enkele reis. Een week reizen naar Jeruzalem toe. Dan een week in Jeruzalem voor het Pascha. En dan weer een week terugreizen. Betekende dat ze op zijn minst hiervoor elk jaar 3 weken van huis waren. In die 3 weken was de timmerwerkplaats in Nazareth gesloten en hadden ze dus ook geen inkomsten. Mogelijk moesten ze het hele jaar sparen om de jaarlijkse reis naar Jeruzalem te kunnen maken. Veel ouders van nu vinden het een hele onderneming om hun kinderen mee te nemen naar een kerkdienst van 1,5 uur. En dat is misschien ook wel zo. Dat is heus niet altijd makkelijk. Maar als je dat dan vergelijkt met wat Jozef en Maria ervoor over hadden, dan is zo'n kerkdienst toch wel weer relatief. Wij mogen een voorbeeld nemen aan hoe Jozef en Maria het goede voorbeeld gaven aan de volgende generatie. Het is van groot belang dat wij in onze maatschappij onze kinderen en jongeren meenemen van jongs af aan in het leven in Gods koninkrijk. Niet alleen als je zelf kinderen hebt, dat is een verantwoordelijkheid die wij met elkaar dragen. Ik hoor wel eens van ouders dat ze hun kinderen niet meenemen in hun geloofsleven, omdat ze vinden dat die daar later zelf maar een keuze in moeten maken. Dat klinkt misschien heel nobel, maar in feite houd je daarmee het allerbelangrijkste in het leven bij je kinderen vandaan. Wie gelooft, ontvangt het eeuwige leven in de hemel. Wie niet gelooft,
gaat voor eeuwig verloren. Iets ertussen bestaat niet. Het is of het een of het ander. Laten we daarom onze topprioriteit maken om ook de volgende generatie mee te blijven nemen in de zaken van Gods Koninkrijk. Dit gedeelte zegt ook iets over Jezus. Toen Jozef en Maria hem aantroffen, was hij blijkbaar al dagen in discussie met de schriftgeleerden. Op zichzelf is dat discussiëren voor een kind van 12 niet zo bijzonder. Toen ik 12 was, heb ik vast wel de nodige mensen het bloed onder de nagels vandaan gehaald door maar te blijven discussiëren. Bijzonder is dat de geestelijke leiders van het volk, ondanks zijn leeftijd, versteld stonden van zijn wijsheid. Aan de ene kant was Jezus helemaal mens, met dat verschil dat Jezus als enige mens niet zondigde. Dat hij mens was, was nodig omdat hij anders niet als mens de straf voor onze zonde kon dragen. Maar aan de andere kant bleef Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde ook helemaal God. En dat was ook nodig om ons te kunnen redden. Een zondig en zwak mens had dat niet gekund. Van Jezus lees je verschillende plaatsen dat hij leert als gezaghebbend en niet als schriftgeleerde. Hoewel wij nooit als gezaghebbend over Gods Koninkrijk zullen kunnen spreken, mogen we hier wel een voorbeeld nemen aan Jezus. Ook als je nog maar een kind bent of een jongere, is het belangrijk jezelf bezig te houden, keer op keer met de dingen van de Heere. Alles waar wij ons hier op aarde druk over kunnen maken, alles waar wij waarde aan hechten, zal een keer voorbij gaan. Maar Gods Koninkrijk, dat blijft tot in eeuwigheid. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.